Goedemorgen. Waar is zuster Carla? Die is er niet. Waarom bent u zo laat? Sorry. Ik was in het dierenasieldokter. Pardon? Ja, ze overweegt een hond te nemen. Een hond? Een kleintje. Heeft u er helemaal geen tijd voor? Waarvoor? Voor het hebben van een hond niet. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. U bent nu al te laat. Ik weet het, dokter, maar het is voor de gezelligheid. Een hond moet 3 keer per dag worden uitgelaten, moet worden gevoederd, geknuffeld, gekoesterd. Als u dan toch een dier wil, neem dan iets anders. Wat dan, dokter? Neem een spons. Een spons? Een natuurspons. Is ook een dier, hoor. Een spons? Een natuurspons, de meest simpele levensvorm, het ideale huisdier. Ja, dat is toch helemaal niet gezellig? Ik heb er 3. Ze hoeven niet uitgelaten te worden, ze blaffen niet, ze zijn heel gezellig en ze kunnen alleen thuis zijn. Ze luisteren en ze zeggen niks terug. Ja, maar dokter, een spons. Ze kunnen mee onder de douche, ze kunnen mee in bad. Oh, dokter. En behalve simpel en stil zijn het ook hele schone dieren. Ik heb er dus 3 en ze heten Jenny, Tobias en Jonas. Ja, maar nou neemt u ons in het oogje, toch? Ja, u neemt nu toch echt een loopje met ons? Wist en waarachtig niet. Zuster Carla, wij gaan nu voor u een natuurspons adopteren. Maar waar adopteer je dan een spons? In de huishoudartikelen speciaalzaak. En op de terugweg duiken we even een café in om te zien hoeveel vocht we zelf op kunnen nemen. Ja, maar dokter, we hebben patiënten. Zuster Carla, met een spons als huis, die zult u nooit meer te laat zijn. En dat is beter voor iedereen. Vooral voor de patiënten. Waar. Ik weet al de naam voor uw spons. Oh ja? Bob. Bob? Spons, Bob. Ah! Let's go, zusters, let's go. Ja! Bob, wacht. Bob, we komen eraan. Bob, we komen.